Wesley, hebben we hier ooit een kans gehad vandaag, denk je? Nee. Komt dat? Kwaliteit? Klaar? Punt erachter? Ik denk het wel, ja. Ja, dat is, is de realiteit, maar goed, het is zo. En dat is soms moeilijk, hè, om dat uit te spreken als Nederlander, speler van het Nederlands elftal. Maar ja, kwaliteit, dat was een groot verschil vanavond. Ja. We zijn gewoon niet meer zo goed, is de conclusie. Nogmaals, denk ik. Nee, minder dan Frankrijk. Ja. Ja, dat is duidelijk. Wanneer proefde je dat in het veld, dat je dacht, oh ja, maakt niet uit wat, dit gaat hem niet worden? Nou, eigenlijk na die 1-0. Voor die 1-0 dacht ik nog van, nou ja, misschien, weet je wel, krijg je zo meteen in de wedstrijd wat meer het vertrouwen. En dan, want ze lieten ons wel een beetje aan de bal, maar ja, na die 1-0 was het afgelopen. Hoe gaat het dan ook met deze groep? Jonge groep, maar ook een paar ervaren jongens erbij. Wat gebeurt er na zo'n wedstrijd, na zo'n knal? Nou ja, dan, wat gebeurt er na zo'n knal? Ja, dan weet je dat Bulgarije van Zweden wint. En dan heb je daarover met elkaar. Want ja, dat is hoe het is. We hebben nog steeds een kans. En ja, goed, en daar moeten we ons nu aan gaan vasthouden. Is het raar dat je bijna, ja, blij is natuurlijk een groot woord na zo'n avond, maar je bent bijna blij, dan loop je de kleedkamer in en hoor je, hey, Bulgarije heeft gewonnen. Nou ja, nee, blij ben je zeker niet, maar het is wel het enige positieve van vanavond. Het is wel een positief dingetje wat we mee moeten nemen. Het had ook anders kunnen zijn vanavond, dat het helemaal afgelopen geweest. En ja, die deur is nog steeds open. Vanavond kansloos, hoe denk jij dat de komende drie wedstrijden gaan zijn? Ja, dan moeten we hopen en zorgen dat de tegenstander kansloos is. Zijn wij dan beter? Ja, kwalitatief gezien, daar lag het vanavond aan natuurlijk. Zijn wij kwalitatief gezien beter dan Bulgarije, Zweden, Wit-Rusland? Ja, dat denk ik wel. Vanavond is het andersom, maar laten we zorgen dat het in de komende drie wedstrijden weer gedraaid is. Spreek je zondag naar de wedstrijd, dan hoop ik dat we allebei blij zijn. Is goed, staat. Dankjewel, jongen.